Wat is dat gevoel van binnen? Ja, dat we kampioen worden. Nu 3 jaar D1 gehad. Daarvoor heb ik de E gehad. Daarvoor de F-jeugd. Dus ben een beetje meegegroeid met sommige jongens. Hey, leuk hè, zo'n dag? Ja, superleuk. Ik heb wel altijd in het middenveld gespeeld. Maar sinds ik onder onze trainer, is al het derde jaar onder onze trainer dan. Ja. Daar speel ik achterin. Karst, heb je een beetje geslapen voor deze wedstrijd? Ja, ik ben goed uitgerust. Goedemiddag. Komen jullie ook toevallig voor de C1 kijken? Ja, want we worden kampioen, hè? Ja, bent u opa en oma? Ja. Van wie? Van Sander. Is het uniek voor de C1 dat ze dadelijk die tweede divisie landelijk gaan spelen als ze kampioen worden? Ja, dat is wel uniek, want dat is toch weer een hele stap hoger. En ja, landelijk, dat is hier nog niet eerder voorgekomen binnen de C. Zo, die zijn mooi. Hey. Zijn net zo mooi als mij. Echt bloedmooi dus. Ja. Ja, hier, Richard. Hier komen. Richard! Doe normaal, jongen. Ja, beste. God, zie mij nou, houden die jongens in de dorp. Ja, nooit. Moeilijk. Ja, kennen jullie jongens van C1? Ja. Ja. Is het je vriendje of je broer? Vriendje. Nee, hoeft niet meer. Nee, hoeft niet meer. Wat gaat het worden vandaag? Ik zou het niet weten. Vandaag doen we met z'n allen. 100% vanaf het begin. Kom op! Kom op! Hoezo is hij indirect? Ja. Wat belt hij dan? Ik zal straks vragen, jongen. Kampioen! Kampioenen! Hé, kijk even, staat er vast, hè. Toeschouwen!